Een delegatie van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, heeft onder leiding van minister Pralat Seodin de afgelopen week een werkbezoek gebracht aan het dorp Gingistong te boven Suriname. Hierbij vond de officiële overhandiging plaats van landbouwgereedschappen, waaronder een handtractor. Kapitein Benny Salji Akobe nam de geschenken in ontvangst. De minister ging in op het op handen zijnde agrarisch project dat het ministerie voornemens is uit te voeren in dit dorp. Het ligt in de bedoeling van het ministerie om enkele hectaren in het dorp te beplanten met olifantgras. Met de reeds daar in het wild groeiende zonnebloem zou dit voldoende voer kunnen betekenen voor de kalveren die LVV in het kader van het agrarisch project te Gingistong wil fokken. Minister Seodin zei tot slot, we beginnen met kalveren zodat de kinderen aan de dieren gewend raken en geen vrees meer hebben voor koeien. Het dorp zal later economisch voordeel hebben aan de melk en het vlees van deze runderen, zei de LVV-bewindsman in een persbericht van de communicatiedienst Suriname.